Renault Antwerpen. De auto's van stad. Maar tijdens dat gesprek heeft meneer De Kuyper mij eigenlijk ook vertrouwelijk toelichting gegeven bij zeer grote ambities in Zuidwest-Vlaanderen die hij aan het realiseren was. Maar dat was een ambitieus eerste klasse project in West-Vlaanderen waar verschillende clubs bij betrokken waren en waar dus een groot project zou gelanceerd worden. En dat hij met één grote frustratie zit. En dat is dat het heel moeilijk is om toptalent in eigen land actief te houden. Daarop heeft hij mij eigenlijk gezegd dat zijn plannen in Zuidwest-Vlaanderen impliceerden dat hij de capaciteit had om met toptalent ook in Antwerpen eventueel iets waar te maken. Maar dat hij uiteraard helemaal geen idee had over hoe de Antwerpse wereld daarop zou kunnen reageren en of dat dat überhaupt realistisch was. En daarop heb ik in samenspraak met hem het plan opgevat om te zeggen, ja, wil ik eventueel het Antwerpse bedrijfsleven eens horen en wil ik eventueel eens peilen in de Antwerpse voetbalwereld wat er leeft. Dan kunnen we daarna samen de balans opmaken en kijken, is er iets mogelijk? Is het mogelijk om een topclub te bouwen op basis van 1. wat hij in huis heeft, 2. wat de Antwerpse voetballiefhebber en het Antwerpse voetbalweefsel wenst, 3. wat er eventueel aan middelen, aan kapitaal, laat ons eerlijk zijn, ter beschikking zou kunnen worden gesteld vanuit het Antwerpse bedrijfsleven. Bart De Wever heeft de gesprekken met het Antwerps bedrijfsleven intussen al achter de rug, maar hij liet niet in zijn kaarten zien met wie hij overlegde. Er zou wel goodwill geweest zijn. Als er een goed verhaal is met het Antwerps voetbal, met toptalent en met de steun van de stad, dan willen wij inderdaad tot het uiterste gaan om een inspanning te doen. Concrete financieringsplannen voor topvoetbal in Antwerpen zijn er tot nu toe nog niet. Nadien volgden er ook overleg met de supporters van Antwerpen en van Beerschot. Maar er is verder nog niets concreet uitgewerkt. Alle elementen liggen op de tafel. Daar is management, daar is talent, daar is potentieel centen, daar is een grote stad, daar is een infrastructuur en er zijn voetballiefhebbers. Alle elementen liggen op tafel om succesvol te zijn, maar ze moeten wel allemaal mee willen.